Thomas Verheid, die was weer eens belangrijk voor IJsselmeervogels. Ja, het was een mooie middag vandaag. Als je 4-1 wint van Rijnsburg na een valse start vorige week, dan heb je het goed gedaan. En mooi dat ik daar mijn aandeel in kon hebben. Het vertrek van Kruis, zegt dat nog eens hier? Nou ja, tuurlijk, het was een goede trainer en het was eventjes omschakelen natuurlijk. Maar met deze spelersgroep gaan we doen en deze staf en we gaan gewoon voor het kampioenschap. Ik wilde net zeggen, je bent kampioenskandidaat. Ja, ik neem aan van wel. Ik denk dat we daar ook met z'n allen voor moeten gaan. Dus het kampioenschap dat moeten we hier behalen, denk ik. En daarna, want ik kom zelf een beetje uit de Bollenstreek. En jouw naam wordt veelvuldig in verband gebracht met het Katwijkse Quickboys. Wat is daarvan waar? Ja, er zijn meerdere clubs die me benaderd hebben. Maar ik richt me helemaal op IJsselmeervogels. En in principe zou ik nog een mooie stap willen maken. Maar we gaan het wel zien. Ik wil ook heel graag hierbij tekenen en hier nog meer kampioenschappen binnenhalen. Dus ik richt me helemaal op IJsselmeervogels. Dus Quickboys hoeven niet meer te bellen? Nee, in principe niet. Nee. Dus ik zit hier goed en... Ja, het is gewoon een prachtige club en je ziet het vandaag ook volle bak en dan weer 4-1. Dus het schiet me net te binnen, hè? Met jouw clubje. ADO gaat niet goed. Die zou een type Verheid wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja, ik hoor het van verschillende kanten van supporters. Maar ik ben niet benaderd en ik ga er ook vanuit dat het niet gaat gebeuren. Dus ik ben lekker bij IJsselmeervogels hier. Ja? Wel vriend. Alsjeblieft. Fijne verjaardag, hè? Dankjewel.